Iedereen staat tegenwoordig op huis, op Facebook, op LinkedIn of op Twitter. En hierdoor weet iedereen alles van iedereen. En als je niet meedoet aan een van deze hypes, dan ben je gewoon een loser. Maar volgens trendwatcher Ajit Bakas onderschatten de mensen de gevaren van dit alles met elkaar gedoe. Volgens hem zijn ze veel te naïef. In zijn nieuwste boek, Het Einde van de Privacy, legt hij uit waarom. Bakas is hier en Dolf praat met hem. Zeker wel. Ik kreeg net het boek in handen. Dat is weer een behoorlijke pil geworden, meneer Bakas. Daar kun je wel vliegen mee doodslaan. Dat wou ik zeggen. Daar is hij net al voor. U staat zelf Facebook, LinkedIn, Twitter. De boel stort in elkaar. Dat is vanwege het boek. Vlieg. Ja. Wat ziet u weer prachtig uit trouwens? Als ik bij jou kom, toch altijd. Zeker wel, dat is radio. Ze schurken nu dichter bij elkaar. Oh man. Weet u nog wat uw laatste tweet was? Want ik heb even niet. Wat uw meest recente tweet? Wat heeft u getwitterd, weet u nog? Dat ik koffie ging drinken met jou. Kijk, dat is helemaal goed. We hebben het over het einde van de privacy, zo heet het boek. Ja. Nadert het einde van de privacy? Het is er al. Ik was laatst in het ziekenhuis bij de chef pacemaker. En die vrouw zegt, ik kan een pacemaker zien wanneer die mensen met elkaar van bil gaan. Dan denk ik, dat is geweldig. Sorry. Binnen twee zinnen zitten we toch weer in seks. Gaat niet om seks. Om de pacemaker. Dat begrijp ik. Ja. Maar zij kan de activiteit van de pacemaker zien? Als de mensen met elkaar van binnen. Als dat ding om 12 uur 's nachts plotseling heel erg enorm gaat bewegen. Dat begrijp ik. Maar hoe weet zij dat? Dat ziet ze, want die pacemaker praat met het ziekenhuis. En zij krijgt alle gegevens van die pacemaker door. Want als het fout gaat, dan moet het de ambulance uitrukken. Maar zij ziet dus heel wat leuk. Dus zij kan van al haar patiënten volgen? Ja, ik vind ze geweldig. Er zijn televisieproducenten die heel erg geïnteresseerd zijn. Ja, dit is de tertiaire arbeidsvoorwaarde van de pacemaker-chef. Dat wou ik zeggen. privacy, u zegt, is al geëindigd. Het is al voorbij. En weet je, heel veel mensen interesseert het toch niet. Ik was bijvoorbeeld bij Albert Heijn. Die hebben dan die bonuskaart. En dan kun je dan een aanbieding krijgen op maat die bij jou past. Ja. Ik heb geen kat, dus waarom moet ik een aanbieding voor kattenbrokjes? Hoeft niet. Nou, prima. Maar er zijn dus mensen die hebben de bonuskaart op naam. En er zijn mensen die hebben het anoniem. En de mensen van wie Albert Heijn de naam kent, krijgen ook een e-mailadres. Die krijgen bijvoorbeeld ook de nieuwste smurfenacties thuis. En die anderen, die worden dan boos. Die gaan dan naar de klantenservice en die zeggen, ik heb die smurfen niet. Ja, maar u wilde toch anoniem zijn? Dus juist. U heeft uw e-mailadres niet. Nou, hier heb je mijn e-mailadres. Voor een smurf leveren ze hun privacy in. Dat zou een prachtige titel zijn voor uw volgende boek, meneer Bakashi. Maar dat zie je dus met nog veel meer dingen. Maar bijvoorbeeld, kijk, GPS. In al die smartphones zit een GPS-navigatiesysteem. Daardoor ben je dus te volgen, ook door de politie. Terwijl ik gebruik het om de weg te vinden. Amoula, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was laatst op een hogeschool, er waren twee studenten. En die jongen had een affaire met dat meisje, maar die liep stage in België. Dus hij kon aan haar telefoon zien dat ze de nacht niet thuis had geslapen. Slet, waar was je? Dat is wel een schande. Hij kon dat zien omdat de telefoon elders was. Ja. En hoe kon hij dan weer zien dat die telefoon elders was? Dat kan je gewoon instellen. Dat hij haar kan volgen. Dan zeggen, schatje, waar ben je? Plus dat zij een pacemaker in had. Dus ja. Ook, ja. En een nacht met Felix heeft doorgebracht. Je komt op Google. Je bent gewoon op zoek naar iets. Je wil iets weten. Je zoekt iets. Op Google merk ik, dan komen er advertenties op. Dan kan je weer wegklikken. Maar op de een of andere manier heb ik het idee, Google weet wie ik ben en wat ik. Google weet alles. Maar dat is ook niet erg, want wij willen gratis Google. Wij willen gratis Google. Wij willen gratis Facebook. Gratis bestaat niet, heb ik in mijn inburgeringscursus geleerd. There is no free lunch. Nee, dus je moet betalen. En als we bijvoorbeeld de kosten zouden gedekt willen hebben, dan zouden we €70 per jaar moeten betalen. Dan heb je alle kosten van de servers, van het personeel enzovoorts gedaan. Maar dat willen we niet, we willen gratis. Dus wat gebeurt er? Google verzamelt jouw sporen. En gaat handelen in die sporen. Algoritme heet dat. Type woord uit de wiskunde. En die sporen worden aan elkaar gekoppeld en dat wordt gedaan. Bijvoorbeeld, ze zien als mensen allemaal griepmedicijnen gaan zoeken, beginnen te chatten over griep, dan verkopen ze die data aan de farmaceuten. Zeggen, daar komt de griepepidemie aan. Nu onmiddellijk paracetamol en keelpastilles enzovoorts. Er komen de reclames voor die dingen op mijn scherm. Komt dan, ja, als jij bijvoorbeeld met iemand aan het chatten ben wat hoesterig, wat hoofdpijn. Oh, wat leuk, kijk, we hebben voor poef. Dat. Poef. Ik kom nu bijvoorbeeld net bij mijn masseur vandaan. Die weet dat precies. Die zegt van de mensen in de buurt, die roepen, ik heb nekpijn, ik heb hernia, ik heb dingen. Nou, dan krijgen ze, pop, hallo, ben je niet toe aan een massage? Is toch geweldig? Het is toch lief dat Google zo met je meedenkt? Het is geen reclame, het is een service. Het is een service, ja, precies. En, maar, is het zo? Net als, u zakt een beetje weg. Dat geeft niks, u bent net gemasseerd, lekker ontspannen. Ja, is het... Daar, niet aan me zitten. Stop maar. Dat zit Google niet. Is het zo dat als ik een zoekopdracht geef aan Google en u
dat we dan andere resultaten krijgen... Ja. Omdat Google weet wie wij zijn en dus andere interesses hebben? Nou kijk, het punt is dat Google, niet alleen Google... alle zoekmachines, Bing doet het ook... die houden rekening met jouw zoekpatroon van de afgelopen jaren. Ja? Als bijvoorbeeld, inderdaad, wij bijvoorbeeld intypen thee... jij drinkt thee, ik drink nooit thee, ik drink koffie... krijgen wij totaal verschillende sites. Want Google denkt, ja, die meneer Bakkers is niet geïnteresseerd in thee... en jij bent, dus jij krijgt allemaal leuke thee-dingetjes. En dat doen ze met alles. Als bijvoorbeeld een Shell-medewerker en een Greenpeace-actief... is het woord duurzaam of het begrip duurzame energie intypen, krijgen ze totaal verschillende sites. Dat is dus het gepersonaliseerde internet. Op zich vind ik dat personaliseren bij winkels oké. Okay. Want als jij een boek koopt bij bol.com, krijg je te horen, krijg je direct mensen die dit boek kochten ook boek ABC. Dus je krijgt dan geen ander boek aangeboden. Ik vind het dan leuk om in een boekwinkel te komen en dat iemand weet van hij koopt vaak boeken en dus ik ga zeggen, oh, dit is misschien ook een boek voor jou. Ja, vind maar ik dat persoonlijk is, leuker. Maar het is precies hetzelfde. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde als vroeger in een dorpje waar de kruidenier en de boekhandel ook alles van jou precies wist. Wat jou... Het is alleen nu een beetje groter. Hebben wij nog geheimen, meneer Bakkers? Nee. We hebben geen geheimen meer. Ik sprak zo'n IT-jongen in Zuid-Afrika. Want ik ben voor het boek de hele industrie rondgegaan. Ik zag de inleiding gesproken. Heeft u gespreid over Guadalajara, Tokio, Amsterdam, weet ik veel. Maar deze jongen, dat was echt een mooi verhaal. Die ging alle sporen die Shell de afgelopen 10 jaar had achtergelaten op internet, heeft hij bij elkaar gebracht, dat hij algoritme geanalyseerd. En zo kon hij de hele supergeheime toekomststrategie van Shell reconstrueren. Toen belde hij Shell op. Die zegt, mag ik langskomen? Want volgens mij heb ik wat leuks voor je. Nou, zij lachten zich dood. Ze zeggen Zuid-Afrikaan, zeg, dat kan. Nou, het lag of verging ze op het eind van het uur. Hij wist precies. Hij wist alles. En dat komt door al die miljoenen losse spoortjes bij elkaar te brengen, te analyseren. En zo kon hij dus de strategie van dit bedrijf analyseren. En dat is wat er gebeurt. En wat we in de toekomst dus gaan zien, is dat er meerdere internetten gaan komen om dit te voorkomen. Je krijgt dus betaald internet, een tolweg, naast het huidige houtje-toutje internet. Want het huidige internet is gewoon gemaakt voor een paar duizend mensen. Het is niet gemaakt voor een paar miljoen. En u zegt, mensen. Het kan alleen maar gratis zijn als we dan ook al die reclame en al die dingen toestaan. En anders moet je maar op een ander internet. En daardoor accepteren we ook dat al die hackers makkelijk bij onze dingen kunnen komen. Je zag dat nu van de week toch zo'n sekssite waar ook alle gegevens van al de mensen op straat lag in Engeland. Heeft een kwart van de Engelsen heeft naaktfoto's op zijn mobiel staan. Nou, als je zelf van hoog tot laag, maakt niet uit wat dan ook. Van zichzelf of van iemand anders? Dat heb ik niet gevraagd. Vind ik een interessante vraag. Heeft u naaktfoto's van mij op uw mobiel? Wat dacht je? Ja. Wel 30. Oké. Okay. Dat was van die ene heftige nacht. Ja. Maar... een fascinerend boek. Moet wel heel heftig zijn geweest, als ik dat zo hoor. Ja. Ik lees in uw boek een scène uit een film, daar wordt gezegd, privacy is a privilege. Is dat zo? Je gaat er straks voor betalen. In Amerika is het zo dat burgers die niet willen dat de overheid alles van ze bekijkt, dan gaan protesteren, dat de overheid ze direct als terrorist markeert. Omdat je privacy beschermt eigenlijk. Maar ik was nu in Noorwegen en Zweden, daar is zelfs de belastingaangifte openbaar. Ze weten alles van elkaar. Jij mag de belastingaangifte van al je buren bekijken. Jij weet wat de buren verdienen. Jij weet precies wat de buren verdienen en zij weten wat jij verdient. Iedere schnabbel van jou, dat weten de buren. Dat weten jouw collega's bij de VARA. Nou, dan worden ze liever niet. Maar de Scandinaviërs zeggen, ja, maar als je niks te verbergen hebt op belastinggebied, dus als je netjes aangeeft, als je dus geen Griek bent, hè, maar netjes belasting aangeeft, zoals we het in Noord-Europa gewend zijn, dan is het toch niet erg? Wat is spyware? Spyware is een softwareprogrammaatje of een heel klein apparaatje dat je aan je computer kunt bevestigen. Ja? En daardoor kun je alles wat iemand intypt op zijn toetsenbord, ook als het geen toetsenbord is, maar op een iPad hetzelfde, kun jij dan op een ander computerscherm naar boven toveren. Dus ik kan Felix volgen als ik op zijn computer. Ik weet wat hij doet, waar hij naar zoekt. Stel je voor, de VARA denkt dat jij fraudeert. Dan gaan zij dat doen. En dan kunnen ze zien, kan de directeur van de VARA, alles wat jij intypt op jouw VARA-computer op scherm zien. Mag dan dit? Zeggen ze. Er zijn echt paren die elkaar zo bespioneren. Dat je weet wat je vrouw of je man aan het doen is. En waar ik sprak aan mijn vrouw die zegt, ik durf geen Sinterklaas cadeautjes meer te kopen. Want die man ziet precies welke cadeausites ik ben geweest. Maar ik vind dat zo'n huwelijk moet je toch onmiddellijk ontbinden. Dan moet je die man met Sinterklaas een echtscheiding cadeau doen. Is geen verrassing meer dan, hè? Ja. Want u heeft een visie. Wanneer krijgen wij dat andere internet erbij, waardoor je kan kiezen voor welk internet het is? Het is al in ontwikkeling. Er komen nu bijvoorbeeld je kunt nu bijvoorbeeld een internet krijgen zonder cookies, hè, zonder dus die sporen. Dan betaal je ervoor dat jouw sporen niet worden bewaard. En er komen dus betaalde. Die tolwegen zijn nu ook al in ontwikkeling. En die zijn er al. De eerste van die nieuwe aanbiedingen zijn er al. En dat is prima. Ik wil graag lang met u praten. Heeft u van de zomer tijd om bij Zomerspijkers langs te komen? Lijkt me helemaal gezellig. Dan hebben we 2 uur. Dan wordt het echt onwaarschijnlijk gezellig. Voel ik nou. Dat boek heet Het Einde van de Privacy. Ajit Bakkers, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Spijkers!